Yo kijkers, ik ben Nero en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik weer een video maken op Roerveen. Leuk! Ja, vandaag ga ik jullie deze video editeren. Ja. Wij zijn in dienst als politie en de eerste melding is al binnen, namelijk een verdachte situatie bij de Hewick Avenue, dacht ik. Dus daar gaan wij nu dan ook heen rijden meteen. Ja, het nieuws rijdt al meteen achter mij aan. Ik moet me ook nog even inmelden in de Porto trouwens. Ja, 4209, zul je van bijtanken en daarna rijd je even door naar de verdachte situaties. Ja, 4204, aanvang dienst, kleine B-klasse. Ik ben ook aanrijdend richting die verdachte situatie over. Nou, ze weten in ieder geval dat wij ook rijden. Ja, 4204 status 3. Ik ga even in de omgeving kijken of ik iets zie over. Nou, ik denk dat ik de locatie van de melding heb bereikt. Dit is Lauwman, toch? Ja, dit is Lauwman. Laten we eens binnen in Lauwman kijken. Ik dacht, de situatie kan zoveel betekenen namelijk. Ja, 4201 ook zo goed als status 3. Ja, ik neem even een kijkje in Lauwman, maar ook hier zie ik niet zoveel bijzonderheden. Ik denk dat het voor mij weer een eentje wordt over. Ja, dat is goed. Dan kopieer het 4201. Net een schietpartij meegemaakt. Schietpartij? Ja, nou ja, er werd in ieder geval daar boven geschoten bij de grote bank. Even hoor, ik ga even mijn vest omhangen meteen. Gaan we even kijken. Ja, ik doe mijn mechie. Ja, weet je welke kleur die was? Of, Ja, zwart. Een zwarte auto. Ja. Een zwarte Banshee. Oké, nou we gaan even kijken. Yes, wij rijden even de kant op. Thanks voor melden. Er zou geschoten zijn, boven bij de centrale bank. 4204 en 4201 rijden even richting de centrale bank. Ik krijg net te horen van een burger dat daar geschoten zou zijn. Vanuit een zwarte Banshee. Als 4003 even mee wil koppelen over. Ja, onderweg. We gaan even de omgeving afzoeken. Ik rij even in de oostelijke richting een blokje om. Ik zie hier niet zo snel iets. Laten we die in ieder geval even meenemen in de dienst. Mocht hem nog tegenkomen, kunnen we het altijd even controleren. Ja, dat is goed. Door 01 gaat de 01 weer op een eentje. Ja, 2-4 kopieert. Oké, nou we gaan gewoon weer verder met de dienst. 4204 is even status 4 over. Ja, wat is dit nou? Gaat in deze kakken tijdens de video? Jongen. Nou, jullie zagen het. Die gaan we even controleren. Ja, 4204 heeft die melding op Blokkenpark afgehandeld. Ik heb eenmaal staandehouding van een McLaren die roekeloos rijdt over. Goeiedag meneer. Goeiedag. Heb jij voor mij rij je een kentekenbewijs? Ja, nou, ik ben zeg maar net ook aangehouden, maar er was letterlijk net iemand en er was zeg maar in zo'n busje, zo'n RV mediabusje. Ja. Maar die heeft zeg maar mijn rijbewijs letterlijk ingenomen, maar dat was niemand van de politie. Laat me je rijbewijs zien, we weten hoe je heet en toen heeft ze meegenomen. Oké, en wat is jouw naam? Dien Brussen. Hoe schrijf ik het? D-E-A-N, ja. B-R-U-S-S-E. Oké, maar verklaar dit dan. Waarom staat er in mijn systeem dat jij geen rijbewijs hebt? Geen rijbewijs? Geen geldig rijbewijs. Ja, omdat die is afgepakt letterlijk net, zeg maar, door zo'n... RV Media, maar dan staat er nog steeds in ons systeem dat jij wel een keer een rijbewijs gehaald zou moeten hebben, maar dat staat er niet. Huh? Hoe kan dat dan? Ja. Ik heb net gehaald. Nee, en toen mag is het in ieder geval heel veel blijven staan. Ik ga even wat controleren. Ik ga even mijn zware vest eruit doen, want ik word er helemaal benauwd van. Ja, dat snap ik. Achtervolging. Komt vallen. Krijgen wel directe eenheid erbij. Elgin Avenue, Adams hebben boulevard. Ik heb hier iemand met een openstaande signalering. Ik kom direct inboxen. Ja, locatie 42. Elgin Avenue, Adamseppel Boulevard, de hoogte van die schietbaan naast de Chinese autodealer. Voor mij even een legitimatie, in ieder geval. Ja, die heb ik al voor u. Die heb je wel, nou dat vind ik goed. Ja, die heb ik. En dan zie ik staan Jan Brussen, dan mag je je handen op de motorkap leggen, je bent aangehouden. Meneer, staan blijven. Hallo, staan blijven. Ze schoten me net. Hallo. Staan blijven. Meneer. Ze schoten me net. Ik lig erop. Handen op je rug. Meneer, ze schoten me net! Oké, okay, in de boei staan. We hebben hem! Nee, alsjeblieft niet! Je bent aangehouden, je hebt het recht op een raadsman. Indien je die niet kunt veroorloven, kan er eentje worden toegewezen vanuit het Openbaar Ministerie. En je hoeft niet te antwoorden op de vragen die we stellen, is dat duidelijk? Ja. Okay, je bent aangehouden ter zake artikel 5 van de Wegenverkeerswet en het vlucht voor de politie. Er staat een openstaande signalering naar je open. Die is vandaag uitgezet om 19:49. Ben je gevlucht voor een van mijn collega's? Hoe kan dat nou? Ik ben nooit gevlucht. Ja, nou ja, we gaan het straks op het bureau, ga ik het je verder allemaal uitleggen. En nu ga je in ieder geval met mij mee. Je hoeft dus niet te antwoorden op de vragen die ik je stel, maar van wie is deze auto achter mij? Ja, die is van een vriend, maar zij heeft mijn rijbewijs. Echt zij. Hoe heet die vriend? Ik weet niet wat hij op zijn ID-kaart heeft. Oh, dat weet je niet. Nee, dat weet ik serieus niet. Nou, ik ga je in ieder geval even in de auto stoppen. Je hoofd? Ja. Auw! Die helpt me gewoon niet, even met de hand. Op transport richting het bureau, we hebben hier helemaal aanhouding over.
Ik vind het wel spannend hoor. Is heel spannend. Ja, 04, kom eens uit voor de 02. Ja, bericht. Ja, na een klein onderzoekje voertuig is gestolen. Ja, voertuig afkomstig van diefstal gehoord. Kan ik dat erbij opzetten over? Bij diefstal? Ja, het voertuig is afkomstig van diefstal. Hij is wel een beetje, hij zit heel erg strak. De boeien. Ja, iets losser als het kan. Echt één tikje of zo. We zijn zo binnen, joh. Jij wilde gebruik maken van een Prodeo-advocaat, zei je? Dan gaan we dat even doen. Ja, het liefst wel. Nee, gaan we niet doen. Nee. En nu heeft mijn ID-kaart nog, hè? Goed dat je het zegt, want ik ben het nu bij iedere burger vergeten. Ja, aan, nee, ik let heel erg op. En mijn rijbewijs, hè? Die heeft hij ook al verpakt. Nee. Oh. Dan ben je niet scherp. Jawel, die is ook afgepakt door u. Nee. Huh? Weet u zeker? Jij had geen rijbewijs. Jij zei, die is afgepakt door iemand van het nieuws. Maar die heeft zeg maar mijn rijbewijs letterlijk ingenomen. Maar dat was niemand van ja, de politie. Ja, laat me je rijbewijs zien, we weten hoe je heet. En toen heeft ze meegenomen. Oh, oh ja, zo zat dat. Was dat dan misschien toch niet helemaal waar? Jawel. Nou, wat ik erbij ga laten met betrekking tot het rijden zonder rijbewijs is, daar ga je wel een proces verbaal voor krijgen van mij. Oh nee, dat meen je niet, maar dat kon ik ze doen, hè. Die heeft ze gewoon gestolen. Oh. Nou ja, je mag kiezen. Je mag ook 8 maanden extra zitten. Nee. Welk ja, van de ik weet. Oké, doe die 8 maanden maar. Je wilt liever 19 maanden zitten? Ja, dan die taakstraf. Nee, het is geen taakstraf, het is een procesverbaal van 800 euro. Ja, Jezus! Ja, kies maar. 19 maanden of 11 maanden en dan nog 800 euro. Waarom kunnen we... Je moet er ook nog een heel zwembad bij gooien, hè? Nee, dit is het water bij de wijn. Wat, hou op! Hallo, anders had jij en 19 maanden en nog 800 euro moeten betalen, hè? Nee, je maakt echt een grap, hè? Ik maak helemaal geen grap. Ik lieg niet. Ga jij de keuze maken of moet ik het zelf doen? 19 maanden of 11 maanden en 800 euro? Oké, wacht. We maken het beter. Nee, dit is het. 19 maanden? Nou, doen we niet maanden maar. 19 maanden wil je? Ja. Yes, alles duidelijk. Ben ik klaar voor, jongen? 42 gaat aan rijden, de laatste inbraakmelding. Ik heb een melding. Een inbraakmelding lijkt het op. Rare geluiden bij de buren. Bij de Alta Street. Een appartementencomplex, als ik het goed heb meegekregen allemaal. We rijden dus even zonder toestemming. Houd in zonder de sirenes erbij. Gaan daar even kijken wat we aan gaan treffen. Goeiedag meneer. Goeiedag. Wat ben je hier aan het doen? Ik sta hier een tijdje. Ik kom net mijn huis uit. Oké, okay. Mag je heel even meekomen deze kant op? Mag je even je handen tegen de muur zetten? Fouilleren, heb je iets bij wat je niet bij mag hebben? Zover ik weet niet, nee. Collega, kan je even mijn werklicht aanzetten? Ja, een beetje metaal. Waarvoor heb je metaal bij, als ik vragen mag? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Geen vraag. Dat weet je eigenlijk ook niet. Nee, nou, verder ziet het er allemaal in orde uit. Hoezo staan jullie hier? We kregen een melding van inbraak. Oh, nou, oké, beter dat jullie er dan maar zijn. Ja, zo is het. Mag ik me omdraaien? Ja, je mag sterker nog zelfs met vervolg. Wens ik een hele prettige dag. Collega, ik ga nog wel even bij die woning aanbellen. Ja, ik loop even met je mee, hoor. Goeiedag. Staan blijven. Handen tegen de muur. Oh, dat is goed joh. Handen tegen de muur houden. Iets bij wat je niet bij mag hebben? Nee. Collega, hou in mijn rug. Wat ben je hier aan het doen? Aan het koken. Ik heb net een visje gehaald. Koken. Jij woont hier. Ja, mijn vader is momenteel aan het slapen volgens mij. En ik heb het ook. Het is deze sportcheck over. Positief. Nee, dat ziet er allemaal in orde uit. Ja. Waarom komen jullie zomaar hier binnen dan? Nou, wij hebben een inbraakmelding gekregen, dus we gaan even het huis controleren. Je mag sowieso eventjes hier blijven staan. Mag ik even jouw legitimatie? Ja, nee, ik heb die niet op zak. Er mag wel een paar ID-kaarten in je broekzak zitten. Ja, maar ja, die zijn van mensen die... sommige agenten vergeten helemaal ID's te geven, dan krijg ik die opeens... Is het diefstal van identiteit? Ja, ik krijg de tering. Yes, dan mag je met me meekomen. Gaan we naar buiten toe? Of bleef jij binnen? Nou, weet je, ik wens je veel plezier met het koken van je visje. Eet smakelijk. Melding, agressieve hond die omstanders aan bijt is. Hond aangetroffen. Een zeer vrolijke golden retriever. Goeiedag. Hoi koekje. Wil je een koekje, dikke? Ga zitten. Je zegt goeiedag tegen een hond, man. Zit! Ja, ik geef hem gewoon een koekje. Dus, Denise, jouw hond? Ja, die Gerrit. Hij heeft Gerrit gebeten. Ja, ik krijg inderdaad best al wel meldingen de hele avond door dat die mens aan het bijten is. Oh ja, ik zag hem net op straat en toen zei ik, mijn hond. Oh, oké. Okay. Hallo. En toen zei die hond terug, ja, vind ik ook. Weet ik veel, hij zat bij mijn hond, dat is toch oké. Okay. Wie heeft die gebeten? Gerard! Echt, maak je nou niet zo goed om die... Wil je aangifte doen? Ja. Oké. Denise, je hond wordt ingeslapen. Nou, zo. Nou, duizend betaald.
Nou, we gaan zo even een aangifte opnemen, Gerard. Even kijken. Naam verdachte. Hoe heet je hond, Denise? Hij heet, weet ik niet. Hoezo niet? Hoe heet hij? Iddo. Met 1D. Ja. Wat een kutnaam. Ja, hè, vind ik ook. Wat verklaar je, Gerard? 42 geen muur op een eentje. Ik wou de bal wegtrappen en toen ging de hond met een keer buiten. De eis is ingediend door Gerard. Mooi. We hebben nog een melding van een agressieve hond. De melding is wederom een agressief hondje. Hallo, wat u gebeld? Ja, ik had gebeld, man. Er ligt daar een hond. Die is van mij. Ik weet het niet. Iemand keek hem boos aan of zo. En hij loopt nu een of ander agressief gegrom. Geen idee wat hij aan het doen is, man. Dus even kijken. Ja, ik heb een hond in zicht. Lijkt op een husky. Kijk uit. Ik ben een hondenfluisteraar. Ik heb voor de zekerheid een taser bij de hond. Een koekje? Hey, dikke! Koekje? De hond heet Sammy. Sammy? Is die hond van jou? Kijk eens! Nee, hij is van de negen van boven. Sammy, wil je koekje? Ga eens mooi zitten. Sammy, kijk eens. Koekje. Kijk, ga eens mooi zitten. Kom maar mee, gaan we een stukje deze kant op. Heb ik nog meer koekjes voor je. Heeft iemand een riem, jongens? Ik er niet. Ja, er ligt hier een onderriem. Je opvangen. Hoi maar. 42. Yes, dankjewel. Kijk eens, koekje. Lekker, hè? Kijk, kom maar mee. Kijk. Nou, ik zou het niet proberen, vriend. Bind hem even vast aan het hek, jongens. Kijken bij het slachtoffer. Meneer, hoort u ons nog? Meneer! Hoe pols? Ja, ik heb nog wat pols. Kan iemand de EHBO-kit pakken? Ja, waar was ik mee bezig? Check de ademhaling. Ademhaling is ook aanwezig. Dus probeer meneer wakker te schudden. Hallo meneer. Meneer politie. Ja, persoon is bewusteloos. Ademt nog wel. Is ook een hartslag aanwezig. Ik ga even de open verwondingen bekijken over. Kan een eenheid ter plaatse de ambulance dienst inlichten over? Ben ik mee bezig. Ja, gehoord over. Ik heb meerdere bijtwonden in het bovenlichaam. Het bloedt ook best wel redelijk hard. Kijk eens. Yes, dankjewel. De verwonding even ontsmetten. De 29 aan de Novi, kom eens uit. Ja, bericht over. Had je daar een veiligheidsregio gewenst? Ja, positief, maar die wordt volgens mij momenteel gebeld door de 47 over. Ja, ik heb er nu eentje achter mij staan, dus ik kan me daarin begeleiden. Ja, doe maar. Je hebt de postcode? Als het goed 378 is. 378 over. Dan kan je meteen de veiligheidsregio inlichten. Persoon is bewusteloos, pols is normaal, ademhaling is normaal. We hebben wat bijtwonden in het bovenlichaam, die best wel hevig bloeden. Dat is Citrap van het slachtoffer over. Ja, dat hoort. O jee, een andere hond. Oh jezus. Zo, ik ben nu drukverband in de wonden aan het stoppen. Waarom doen we dat? Nou, als er een ader is geraakt en je stopt het drukverband in, dan kan je zorgen dat in ieder geval er niet zoveel bloed meer doorheen kan komen. En dat dat redelijk gestopt wordt. Dat is wat we in ieder geval nu doen. Het is ook ontsmet. Tot op zekere hoogte is natuurlijk heel veel doorbloeding. Dus sowieso komt er dan meestal al wat minder viezigheid in. Ik ga even kijken of er hevige aders zijn. Ja, 4229 gaan 04 ambulus momenteel te plaatsen. Komt het hier de kant op. Kijken of het om een slagaderlijke bloeding gaat. Een slagader is natuurlijk een heftige grote ader waar heel veel bloed doorheen stroomt. Oké, het is geen slagaderlijke bloeding. Oké, er is één ader geraakt. Dan gaan we daar ook wat meer drukverband in stoppen in die wond. Hallo. Hoi. Even kijken. Voor jou. Persoon heeft, is buiten bewustzijn. Heeft in ieder geval één aderlijke bloeding. Dus er is één ader geraakt. Daar heb ik even wat meer drukverband bij gestopt. Alles is in ieder geval ontsmet. Pols is normaal. Ademhaling is normaal. Persoon, ja, wat ik net al zei, is nog steeds buiten bewustzijn. De bloeding wordt nu wel al wat minder. Er is dus één ader geraakt. Dat is deze, waar die tand in is gegaan van de hond. De rest is eigenlijk alleen vleeswond. Ja, bloeding is nu voor grotendeels gestopt, maar ik denk als ik het zo zie, want het zijn toch best wel diepe wondjes, al gauw 1,5 centimeter, soms zelfs 2, dat hij wel even mee moet, lijkt me. Ja, hij gaat sowieso mee. Hij is buiten westen geweest, dus zijn ja. Even kijken. Ik ga kijken. Yes. Ja, dan even de 4204. Is er een eenheid waar de hond veilig achterin kan zonder dat hij enige schade kan doen aan de collega's? Wat wil je met die hond gaan doen, 04? Ja, lijkt me dat we die even gaan brengen naar een asiel over. Trouwens, de eigenaar was boven, hè? Ik ben met de eigenaar aan het spreken. En wat reageert de eigenaar erop? Eigenaar zegt dat, dat het eigenlijk nooit is voorgekomen dat de hond eigenlijk zo gedraagt. Bij dat ras hoort het meestal wel bij dat hij, als je hem recht in de ogen aankijkt, wel agressief wordt. Ja, ik kom er even bij staan. Hey, ik weet niet wat er verder precies gaat gebeuren, maar het kan zijn dat er opgelegd gaat worden dat de hond moet worden ingeslapen. Hey, wat is er, man?
Hallo, ik ben even tegen je. Je collega is doodgebeten, man. Je collega is doodgebeten. Ik hoor net in mijn porto dat je collega dood ligt. Toch, die andere hond, meneer. Oké, nou, het lijkt me handig dat je dan even langs de huisarts gaat voor zo'n tetanusprik of wat je ook nodig hebt voor de zekerheid. Ja, precies. Voordat die stinkhond van Denise jou nog wat aan heeft gedaan. En ja, het lijkt me dat dat beest ingeslapen gaat worden, want je bent al tweede slachtoffer. Vind ik ook. Wat ben jij een lelijke kathond? Ja! Ah, wat een lelijke hond ben jij. Oh mijn god, dat gaat heel zacht. Ik check nog wel even hoe het beneden verder gaat. Wat gaat er nu gebeuren met Sammy? Want het is de hond van u toch, meneer? Ja, van mij. Neem hem mee, zou ik zeggen, naar huis. En nou ja, ga eventjes voorlopig niet naar buiten. Hou me in ieder geval... Of ja, niet naar buiten. Hij moet natuurlijk pissen, dat kan gewoon. Maar doe in ieder geval voor de zekerheid zo'n melkkorfje om. Maar ja, kijk eventjes. Dan ga je ongetwijfeld nog iets horen van, ik denk, de dierenbescherming of zo. Ik weet even niet uit mijn hoofd hoe dat gaat. Maar het kan best zijn dat hij opgeroepen wordt omdat hij ingeslapen moet gaan worden. In verband met het feit dat... Ja, man, dat staat toch echt helemaal nergens op. Wanneer een mens... Nogmaals, durf ik niet te zeggen. Ik ga naar TBS of zo. Hallo, laat je me uitpraten eventjes. Ja, ik heb daar verder niks over te zeggen. Dat is ook niet iets wat binnen de politie geregeld wordt. Dat gaat buiten de politieorganisatie om. Nou, dan zou ik maar niet op jullie gaan haten. Ja, dan 4204 hier. Persoon beneden die gaat mee naar het ziekenhuis. Moet nog even een brancaartje naar beneden komen. Wij kunnen verder met vervolg over. 2904. Sorry, herhaal. Punt toevallig status 1, vraag ik. Ja, ik ga nu status 1, ja. Zou je achterkant blokkenparkbank kunnen komen, zouden we een aantal mensen mishandeld zijn? Ja hoor. We rijden even naar een collega, er zou een grote mishandeling hebben plaatsgevonden achter blokkenparkbank. We gaan daar even kijken wat daar precies gaande is. Hallo. Waar het op neerkomt, wat ik hoor, is dat hij zou door nog een andere persoon erbij, dus in principe 4 personen zouden in elkaar geslagen zijn. Ja. Hierop is, heeft meneer gewoon teruggevochten. Alleen op dat moment kwam ik te plaatsen. Dus ik heb alleen hem zien vechten. Ik heb hun verhaal nog niet aangehoord. Dus als jij dat zou willen doen... Als jij even vraagt of die aangifte wil doen. Op het moment dat er geen aangifte is, kunnen we namelijk sowieso niks doen. Ja, is goed. Ik kwam hier dus, hij was tegen Ferry Bouwman aan het schreeuwen. Dus ik zeg, doe even een maskje net. En hij had een grote bek, Hij begint op me in te rammen, jongen. Ik heb pijn hebben, jongen. Nou ja, op een gegeven moment begint op meer mensen in te rammen, jongen. Nou ja, toen kwam er iemand gelopen, die is hier niet bij. Ik kwam die sloeg ook in elkaar. En nou ja, wij even uit elkaar gedreven, weet je wel. Wij komen terug en wat gebeurt er, jongen? Hij begint op ons in te slaan en dat heeft je agent Heter al gezien. En dat is zojuist gebeurd. Oké, dus jij geeft aan, Mees is het volgens mij, toch? Ja, positief. Ja, het is wel dat sta ik weer op luisteren. Jij geeft aan dat jij met iemand in gevecht was? Nee, hij sloeg mij. Ik heb hem nooit geslagen. Hij heeft ons alle drie niet geslagen. Hij ging ineens op random op ons eens slaan, dat soort dingen. Hij heeft jullie alle drie niet geslagen en toen... Hij heeft ons geslagen, maar we hem niet. En toen kwam er een of andere nog. Oké, maar kunnen we dit gewoon eventjes met hem uitpraten? Of moeten we hem helemaal gaan aanhouden? Ja, moet ik 3,5 uur administratiewerk uit? Nee, wacht. Als hij geen aangifte tegen mij doet, wil ik geen aangifte tegen hem doen. Ik ga daar even praten. Even blijven staan. Hé, wat is er volgens jou gebeurd? Nou ja... Ik liep op BP met een hond te spelen, met die opa Gerard nog gebeten had, zeg maar. Ja, ongelooflijk, een domme hond. Maar ja, inderdaad, ik was aan het spelen. En op een gegeven moment komt die grote speklap aanlopen met zijn rode t-shirt met zijn ketting om zijn kanen heen. Ja. En toen begon hij een beetje stoer te doen, nou, liep hij weg. Daarna zag ik hem op de hoek staan. Dus ik laat toen vraag, wat zit je de hele tijd even aan te kijken, weet je wel. Mm-hmm. En toen kwamen die anderen. En toen zei hij, omdraaien en weglopen, want je weet niet wie ik ben. Dus ik zei, nee, ik blijf hier gewoon staan. Toen sloeg hij mij, daarna sloeg ik hem terug. En daarna zeiden die andere gasten één voor één van, ik wacht ook wel een tik uitdelen. En toen begon ze met z'n allen op mij in te rammen. Zo, dat was even goed saai zeg! Maar kunnen we dit met z'n allen gewoon eventjes uitspreken? Of moet de aangifte gedaan worden? Moet ik 3,5 jaar aan administratiewerk gaan uitvoeren om dit allemaal op te lossen? Ja, nou, ik ga ze er even bij halen en probeer het even uitspreken. En we gaan het even rustig houden, hè? Gewoon even met z'n allen uitspreken. Bied je excuses aan voor wie wat gedaan heeft, want dit wordt sowieso een vrij lastig verhaal. Hij moet sorry tegen mij zeggen. Ik ga niks zeggen. Dan doe ik aangifte, pik. Ja, van mij mag je aangifte doen, grap, maar dan doe ik net sortering terug. Heb je 3 aangiftes tegen je? Dan ben je gelukkig. Ja, 3 aangiften. Interesseert mij niet. Maar heel eerlijk, meneer. Ik ga heel even zwart op wit gezien. Wordt het een vrij lastig verhaal gezien het feit dat mijn collega heeft gezien dat jij klap hebt uitgedeeld.
en er 3 man tegenover je staat, dan hangen hier verder geen camera's. Dus dat gedeelte kan sowieso zwart op wit bewezen worden, andersom niet. Dus ik denk dat je jezelf er beter aan doet om nu gewoon te zeggen, hey, nou, sorry dat ik heb teruggeslagen, weet je, niet de bedoeling, even goed. Inderdaad, je zegt dat goed, meneer, teruggeslagen, inderdaad. Ja, dat is wat jij zegt, hè, maar daarom zeg ik, maar gast, wat wil je nou? Moet ik je nu mee gaan nemen naar het bureau? Want er is gezien dat jij hebt geslagen, hè? Dus je maakt geen schijn van kans. Ja, ik sta nog vast bij het punt dat ik uit. Dus ik wil inderdaad ook nog steeds aangifte doen, want ik ben dat nog steeds niet mee. Nou, dan mogen jullie nu ook meteen heel hebt ontonderen. Mag je voor het bureau gaan staan. Bij de balen kan je daar aangifte doen. Meneer, je bent aangehouden. Het is zakenmishandeling. Handen tegen de muur. Altijd ik, jongen. Altijd gepest worden en dan krijg je aangifte. Hallo. Staan blijven! Achtervolgend voet opdonderen jij. Ja, we rennen nu op de Adamseppel Boulevard westelijke richting. Achter de parkeerplaats van de bank op die straat. Hoogte A4. Ik dacht dat je conditie nodig had voor de politie. Autodiefstal, heet inderdaad autodiefstal. Een witte sedanauto. Draag gespot. Gaat de A4 op. In de oostelijke richting. Ik ren terug naar de auto. 47 zit er achter. Westelijke richting A4. Zit er een achtervolging? Persoon is aan het vluchten nu voor ons. 40 afslag. We gaan daarbij linksaf. Ja, kom mij tegemoet hoor, 42, 47. We gaan nu richting het vliegveld. Zo'n verdachte wapens heeft. Onbekend. Is die al van de ring af? We zijn nog steeds op de bovenste ring van het vliegveld, New Empire Way. We gaan daarbij rechtsaf, crasht. Bovenste ring nog steeds? Ja, bovenste ring, afrit laag naar beneden. Liggen blijven, je bent aangehouden. Ter zake artikel 5 wegen verkeerswet. Ter zake doorrijden naar het doorrijden verlaten plaats ongeval. Ter zake vlucht voor de politie. En ter zake mishandeling. En voertuigdiefstal. Wordt een flink plaatje, maat. Nou, het persoon is door mijn collega meegenomen richting het ziekenhuis, zoals jullie net zagen. Ik heb in ieder geval mijn PVB getypt met alles wat ik weet van de situatie. Daarbij wordt dat nog aangevuld door de collega's. Hierbij gaan we dan ook meteen een video afsluiten. Dan hoop ik dat jullie enorm hebben genoten van deze dienst. Doe even een duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan. Abonneer uiteraard, zeker weten voor meer. En zie ik jullie graag bij een volgende video op mijn kanaal. Later.